Welkom bij Meerbeek Caravans & Campers in Doetinchem. Mijn naam is Ryan Meerbeek en ik ga u vandaag de Enduro Mover plus de Autosteady poten uitleggen. Eerst gaan we beginnen met de Enduro Mover en dan ziet u vanzelf in het filmpje wanneer de Autosteady poten erbij komen. Heel mooi systeem, ik ga het helemaal uitleggen. Kijk met mij mee. We beginnen met deze rode sleutel. Dat is de hoofdschakelaar van het systeem. Die gaat daar zo in. Je drukt er maar iets in. En dan een kwartslag draaien en dan blijft de hoofdschakelaar mooi zitten. Nu pakken we de afstandsbediening uit de envelop. En dan doen we het schuifje omhoog naar het streepje toe. U ziet hier al dat de caravan niet helemaal waterpas staat. Hij staat iets naar links geheveld. We gaan er zo voor zorgen dat hij waterpas staat. Nu gaan we eerst de mover op de band zetten. Dat gaat met deze twee knoppen. U ziet hier twee rondjes. Dat zijn de banden en de pijltjes naar de rondjes toe. We gaan die knoppen indrukken en dan gaat hier een blauw ledje branden. Die knippert eerst drie keer en dat gaat gepaard met een pieptoon. Na die drie pieptonen kun je de knoppen loslaten en dan blijft het blauwe lampje continu branden. Nu gaat de mover helemaal naar de band toe. En als de mover helemaal op de band zit, dan gaat het blauwe lampje weer uit. Kijkt u maar. En dan geeft de afstandsbediening twee pieptonen. Kijk, het lampje gaat weer uit en de mover zit helemaal op de band. Nu kunnen we dus met het systeem gaan rijden. Waar u altijd goed aan moet denken, is dat u de handremmer afhaalt als u met de mover gaat manoeuvreren. De caravan blijft nu ook staan omdat de mover op de band zit. Nu kunnen we gaan rijden met de mover. Maar wat wij vandaag gaan doen, we gaan het potensysteem laten zien. We zagen net al dat de caravan iets naar links overgeheveld staat. We leggen dus een oprijker voor het linkerwiel neer. Hier ligt de oprijker. Die leggen we hier mooi voor het wiel neer. Zo. En dan gaan we de FL-functie aanzetten. Dan drukken we op deze witte FL-knop. Drie pieptonen. En dan gaat hier een rood lampje branden, wat de hele tijd blijft branden. Nu gaan we tegen die oprekker aanrijden. En dan gaat u dadelijk zien dat dit lampje naar het midden toe gaat. Wat belangrijk is voor het potensysteem, is dat u de caravan een stukje omlaag heeft staan in de lengte. Dat gaan we regelen met het neuswiel. Kijk hier maar op de afstandsbediening. Ik hou altijd ongeveer aan dat hier een oranje lampje gaat branden. Dus de caravan staat nu naar voren, iets omlaag en aan de linkerzijde ook iets te laag. Inderdaad, we staan ideaal om het potensysteem te gaan bedienen. Nu gaan we dus tegen de oprijker aanrijden. Kijkt u maar mee op de afstandsbediening. Dan ga je dadelijk zien dat deze oranje naar het midden toe gaat. Hij ging naar het midden toe en hij stopt met rijden. En nu gaan de poten automatisch naar beneden. Eerst de voorste twee poten. En dadelijk gaan de achterste twee poten. En dan geeft hij aan het einde de poten ook nog allemaal een boost functie. Kijkt u maar hoe dat in zijn werk gaat. De achterste poten gaan ook helemaal automatisch naar beneden. De voorste zijn al naar beneden. Als ze dadelijk helemaal op de grond staan, geeft hij al de vierde poten nog een boost, dat de caravan extra stevig staat. Kijk, dat was de boost. Nu komen er weer twee pieptonen. En dan ziet u dat het groene lampje hier brandt. Dus de caravan staat helemaal waterpas. De poten hebben ervoor gezorgd dat hij in de lengte weer helemaal waterpas kwam te staan. En door op de oprijker te rijden, staat hij in de breedte helemaal waterpas. En nu doen we als allerlaatste nog de mover van de band af. Dat gaat nu met deze twee knoppen. Dan ziet u weer de rondjes, dat zijn de banden. En de pijltjes van de rondjes af. Drie pieptonen weer. Het blauwe lampje gaat ook weer drie keer branden.
En dan gaat de mover weer helemaal van de band af. Dat kunt u daar zien. En als de mover daarmee klaar is, dan hoort u dadelijk weer twee pieptonen. En dan gaat het lampje ook weer uit. Zo, het lampje is weer uit. En dan doen we de afstandsbediening ook weer uit. Zo, dan doe je het schuifje naar het rondje toe. En dan is het alleen nog de hoofdschakelaar eruit halen. En dan kunt u lekker vakantie gaan vieren. Kijk verder met het in het filmpje, want ik ga u nu laten zien hoe u de poten weer omhoog doet. Zo, we doen de hoofdschakelaar er weer in. Want we gaan naar de volgende vakantiebestemming. En dan gaan we de poten dus omhoog doen. Ietsjes indrukken weer. Kwartslag draaien. Blijft hij mooi zitten. Pakken we de afstandsbediening er weer bij. Het schuifje omhoog. En dan ziet u dat hij nog in de FL-functie zit. Wat we nu doen, we drukken op de FL-knop 3 pieptonen. En dan gaat dadelijk de mover naar de band toe. Ziet u dat? De mover gaat nu helemaal vol automatisch naar de band toe. Als hij daarmee klaar is, geeft de afstandsbediening weer een signaal. En dan gaan alle vier de poten ook weer automatisch omhoog. Move helemaal naar de band. Kijk, geeft hij een pieptoon. En nu gaan dus de poten automatisch omhoog. De poten gaan nu alle vier tegelijk omhoog. En zo werkt dat. De poten zijn omhoog, de afstandsbediening geeft weer de signalen. En nu gaan we dus de move of de caravan weer van het oprijblok afrijden. Naar achter rijden. Zo. De caravan is weer van het oprijblok af. Je ziet ook dat de caravan niet meer waterpas staat. Zowel in de lengte niet, als in de breedte niet. En nu gaan we de move weer van de band afhalen. Dat gaat weer met de onderste twee knoppen. Want u gaat naar de volgende vakantiebestemming. En dan moet de mover natuurlijk van de band af zijn als u mee gaat rijden. De mover is weer helemaal van de band af. Nu gaan we de afstandsbediening uitzetten. Door het schuifje naar het rondje toe te doen. Dat is de middelste positie. Gaan ook alle lampjes op de afstandsbediening weer uit. En ook altijd de hoofdschakelaar er weer uithalen. Want dan loopt de accu niet leeg. Over accu's gesproken. De afstandsbediening. Die heeft een accu, die kun je opladen met deze kabel. Dat werkt hetzelfde als met een mobiele telefoon. De accu van de mover, die laad je op door de caravan aan de stroom te zetten. Want er zit een druppelladersysteem in. Hier zie je op de accu zitten. Het grijze daar. Dit is de druppellader. En hier zie je hem in het stopcontact gaan. Dus de caravan altijd goed aan de stroom zetten. Dan blijft de accu altijd lekker vol. En dan kunt u het systeem zeer goed gebruiken. Je kunt het potensysteem ook gebruiken zonder de Finding Level functie te gebruiken. Laat ik u nu even snel zien. We doen de rode sleutel weer in de hoofdschakelaar. Weer een kwartslag draaien. Pakken we de afstandsbediening erbij. En nu doen we het schuifje niet omhoog. Maar nu doen we het schuifje naar beneden. Daar staat een A'tje. Schuifje naar beneden. Kijkt u wel op de afstandsbediening. Hier ziet u staan auto van Auto Steady. Zo heet het pootsysteem en de pijltjes naar beneden. We gaan dus op de onderste twee knoppen drukken. 1, 2, 3. Je ziet ook weer drie keer het blauwe ledje opbranden. En het geeft drie pieptonen. Na die drie pieptonen kunt u de knoppen weer loslaten. En dan gaan de poten automatisch naar beneden. Eerst de achterste twee poten. En dadelijk de voorste twee poten. Dus u hoeft het niet per se met de Final Level functie te gebruiken. Zo gebruik je gewoon alleen de poten. Dan kun je bijvoorbeeld op de camping een waterpasje in de caravan leggen. En dan gaan zo de poten simpel naar beneden. Kijk, dan gaan de voorste twee. Erg mooi is dat. Kijk,
En dan zijn de poten helemaal naar beneden. Zowel aan de achterkant als aan de voorkant. Geeft hij alle vier de poten een boost. En dan gaat de afstandsbediening twee keer piepen. Nu doe je het schuifje van de afstandsbediening weer naar het midden toe. Haal je de hoofdschakelaar er weer uit. Want dan loopt de accu niet leeg. En dan kun je lekker vakantie gaan vieren. Zo werkt dat allemaal. Nu gaan we de poten weer naar boven doen. Omdat we u ook weer naar de volgende vakantiebestemming toe moet. We gaan de poten weer omhoog doen, want we gaan naar de volgende vakantiebestemming. De hoofdschakelaar er dus weer in. Zo. De afstandsbediening weer naar de A toe. En dan de poten weer omhoog. We drukken nu niet op de onderste twee knoppen, maar op de bovenste. Want daar staat auto met de pijltjes omhoog. Weer drie pieptonen. En dan blijft het lampje weer continu branden. En nu gaan de poten weer helemaal omhoog. Nu gaan ze gewoon alle vier tegelijk omhoog. Als de poten dan omhoog gaan, of helemaal omhoog zijn, dan geeft de afstandsbediening weer een aantal pieptonen. Zo, daar zijn ze bijna. Twee pieptonen. Dan zetten we de afstandsbediening weer uit. Halen we de hoofdschakelaar er weer uit. En dan kunnen we weer naar de volgende vakantiebestemming. Zo werkt dat. U krijgt de groeten van het Meerbeek team. Kijk meer filmpjes, want we leggen u alles uit. Tot ziens!